Hallo mensen, ik hoef dan op SNL met vandaag een nieuwe commentaar voor jullie. En vandaag gaan we weer een nieuwe pack en hybrid episode doen. Maar wil jij coins kopen, zoals je bijvoorbeeld een geüpgraded speler kan kopen die later is uitgekomen? Check even de link in de beschrijving, vivacoinskopen.nl, voor snelle, goedkope en betrouwbare levering. Oké, daar gaan we. De upgrades zijn dus uitgekomen. Ik baal wel een beetje, want Kolker heeft geen upgrade gekregen terwijl we het eerste packje openen. Een paar mensen die een upgrade hebben gekregen zijn Sterling, Hazard, Jesse Rodriguez. Die heeft een gouden card gekregen. Dat was die spits van Real Madrid, dus nu linksmid. En hij gaat nu voor 83k. En we krijgen een Osvaldo uit ons pack. En dat is helemaal niet zo slecht. Dat is wel een leuke speler om, om in ons team te zetten. Dus ja, Osvaldo moet ik even onthouden. Gaan we alles in onze club storen. Ik ga tegenwoordig gewoon alles in mijn club storen. Ja, ik wil gewoon kijken wat ik dan aan het eind allemaal heb in mijn club. Ja, dus dat is op zich wel jammer. Alleen, die Jesse Rodriguez is een linksmidden. Die is nu 83k waard, terwijl die 76 overal is. Dus koop hem vooral niet nu. Want over een paar dagen is hij denk ik 3k of zo. Dus niet kopen. Tip van mij. Maar Sterling was wel geüpgraded. Die had ik ook gezegd in mijn video en wie nog meer. Het was een beetje raar. En ik krijg Garay op de tip. Nou, helemaal niet zo heel slecht. Een 82 overal speler. Ja, weet je wat het was? Wat zou ik nou zeggen? Ja, nou ja, het is gewoon een beetje jammer, want ze hebben echt maar 5 mensen geüpgraded. Nou, 10 of zo. Maar, nee, ze hadden 19 mensen geüpgraded en 12 ervan kwamen uit de BPL of zo. What the fuck, en geen kalker, dus dat vond ik een beetje raar. Maar mensen, ik ga de hybrid maken, ik zie jullie zo weer later. Ja mensen, en daar zijn we met het team op. Goal hebben we de zilveren keeper van Benfica, Paulo Lopez, een goede keeper. Rechtsback hebben we Abate, even de beste rechtsback uit de game. Garay, ja, op zich heeft hij wel goede defensive stats, maar voor de rest is hij ook niet heel bijzonder. Ik had ook nog zijn second hit vorm in mijn club, zoals je kunt zien. Maar ik dacht, ik ga toch maar hem gebruiken. Want ja, dat hoort er eigenlijk wel bij. Want Mangala is veel te goedkoop voor hoe goed hij is. Dan hebben we daarnaast André Santos. Gewoon goede linksback. Andersen prima. Fernando is ook goed. Nou ja, goed. Gewoon prima. Dan hebben we Info Makelani is goed. Dan hebben we Berardi geüpperd. En ik heb heel veel zin om hem te gebruiken. Want ja, ik zul wel weten hoe hij speelt. Dan hebben we Robinho. En dan hebben we ook onze man natuurlijk nog. Hier Osvaldo. De linksvoor. Hij is volgens mij echt een hele goede linksvoor. Maar mensen, ik ga de game zoeken. En ik zie jullie straks weer. Later. Zoals je op je beeld kunt zien, kwamen we tegen een Uruguayaans team. En dat vond ik wel leuk, want ik was nog nooit tegen zo'n Uruguayaans team gekomen. Alleen het belooft een hete match te worden. In de derde minuut krijgen we ook meteen een kans voor Fernando. Die... Maar helaas werd dat geen goal. Toch wel leuk geprobeerd, Fernando. Hier zie je een bal. Een goede bal naar de linkerkant, naar Osvaldo. Osvaldo die kap naar binnen. En de bal die vliegt er net niet in. Jongens toch. Dan heb je Osvaldo met de voorzet en wat gebeurt. Oké, dat viel tegen, maar we gaan door met een long shot van Abate, maar dat viel ook tegen helaas. Dan gooit zijn keeper de bal uit, maar scheids, is dit geen buitenspel? Lol. En dan krijgt hij zijn allereerste aanval van de wedstrijd. Hij gaat erdoor en ik probeer de bal weg te schieten, maar dat gaat niet goed en de bal die komt tegen de paal. Jezus Christus, die kwam dichtbij. We hebben hier gewoon een heel mooie, rustig uitgespeelde avond. Berardi aan de rechterkant, die gaat er niet binnen door. Maar die kan de bal net afpakken. Ik kon helaas net niet schieten. Probeer hem terug te leggen. Ik leg hem ook terug via half, driekwart kan. En dan Aquilani en dan nee en Andersen. En dan weer niet. En dan Osvaldo en dan nee, nog steeds niet. En dan krijgen we hier de allereerste actie van Garay te zien. Je ziet hem daar al een beetje staan. Je ziet hem loeren. De speler gaat er langs. Daar komt Garay. Maar helaas was de scheidsrechter niet echt gecharmeerd van Garay. En hij gaf Garay... Ja, je weet het eigenlijk al als hij zo aankomt lopen. De rode kaart. En Garay zelf, ja, die zat een beetje te bidden. Maar ja, die kon er helaas zelf ook niet meer aan veranderen. EA Sports. It's in the game. Maar in de tweede helft gingen we door. En Berardi zette de aanval op. En ik had hem. Oké, ja, ook dat viel tegen. Maar Berardi krijgt gelukkig de kans om het goed te maken. Hij komt naar binnen en hij doet de finesse shot. En de keeper houdt dan de omhaal van Robinho. Gaat hij erin? Ja. En dan is hier de vraag. Gaat de bal erin of gaat de bal er niet in?
retard alert! Ja, oké, okay, leuk, door. Check deze aanval. En zo gingen we dus door naar extra tijd en penalties. Nog steeds had ik wel iets meer schoten. EA Sports, it's in the game. En ja mensen, als je zo'n beeld stil ziet staan, dan weet je wat er gaat gebeuren. En dan weet je wat er gaat gebeuren. Als jij hem niet scoort, dan krijg je tegenstander een counter. En wat doet je tegenstander dan? Die maakt een prachtig doelpunt. Yay. Robinho in de 121ste minuut. Hij moet het doen. For fuck's sake, scheidsrechter. En mede dankzij al mijn gemiste kansen eindigde ik deze wedstrijd in een 2-1 verliespartij. Toch hoop ik dat jullie het leuk vonden en dat jullie een like achterlaten. Dank jullie wel.